gebied reizig je in Fiskend Traf Friesland. Ik tref bekende Friezen om te jaren te fisken en we hebben om te gaan naar haar Frieske roots. Deze week ben ik op paard met Afke Boven, oud-presentatrice van Omroep Friesland en Simburg-presentatrice van het NOS Journaal. Zij neemt me mee naar het Ameland van haar jeugd. Zij toont haar zeemanskeuzen en we hebben biet op het waard. Hey, dat is de mensen erom. Ik hei! Ik ben onderwijs naar het Ameland voor een bijzondere dag met het nieuwe gezicht van het NOS Journaal, Afke Boven. Via Alpraat in Holland, het dorp waar zijn bennen is. Tauwe jongen! Hey Afke! Wat leuk! Goeie! Hier kon je nooit echt in het echt zoeken. Nee, alleen maar op de televisie. Ja, precies. Afke, wat leuk. Dame, aangenaam. Bij Wimwi. Hier weer in Holm. Dit is waar ik opgegroeid ben. Het op hier naar het grootste dorp van Ameland. Nou, al hier oude hoeskes. Echt, dit zijn hoeskes die echt nog van de oude walvisvaders binnen van Jertiet. Echt mooi. Het zit een prutte skiernis. Ja, de oude herberg, echt het centrum. Dus we hier in Jerek Veenmerken en dan staan de kei hier, zijn de Driegje. Dus nee, dit is echt het hart van Holm. En dat zit ik diep in mijn hart. En hoe weet Lim hier als Lietse Afke? Heel vrij. Want mijn mam zei als jong famke al van nou, toe pak de fiets maar en gim maar. En dan zei ik, gim maar, ja, er waren toen echt nog volle minder auto's als nu. Het weer heel vrij. Ik weer mij en nichtjes die van een festival kwamen en ik altijd in het bos. En we hoorden nooit ouders mij. We wisten de zeemers mij oppassen, die kon gevaarlijk wezen, dat wisten we. En verder ging alle kanten maar op. En dan groeist ik gewoon op mij het gevoel dat nou ja, eigenlijk de vrouw gewoon in voeten leidt. En ik het goed begrepen ha. Dan had je hem vroeger een skip gewoon. Ja. Een roemvaartskip. Ja. Ja, waar je van Joert haar wat moois regelen. Ja? Je het wet erop. Je wordt door de Waardzee op. Op het water. Daar vis je. Daar vis je. Oh, dat vind ik echt heel leuk. Afke en ik rieden naar de haven om te gaan visken op de Waardzee. Voor het vervier ga ik de oude Amelander veerboot regelen die nooit ziens dacht als roemvaartboot op het waard. Skipper en Amelander Richard Kiewiet zal u naar de visgroen brengen. Hey! Hey, hallo! Dat is het tiedleden. Welkom! We gaan vissen, hè? Mooi! Ik ben al aan de sjouw. Wie wil je dat hebben? Nou, zullen we naar het voordek? Voordek? Ja. Zetten. Gaan we dit heen? Ja, dit is gewoon mooi, hè? En dan die zinnen, dit is echt elke seconde oors. De wolken zijn oors, het wetter is oors. Richard vaat dus naar je visstek midden op het water. Een stek waar als verschillende zeevissoorten vangen kist. Afke en ik meiden ons angelskleren, rieden varske wierms en zeiers aan ons heken. En dank in de lienende Waardzee. Nou ja, Ameland. Perfect. En visje op het plak waar Afke een groot pad van haar jeugd terugbracht had. Het is een bijzonder skip van die, hè? Ja, dit is wel echt een hele mooie boot. Dit is echt de oude veerboot van vier van mijn tijd. Maar nou ja, de jongens die hadden nostalgie en weer rondbracht, zeg maar. En ik ben zelf opgegroeid op een roemvaartboot. Eigenlijk ben ik gewoon echt op het wat opgegroeid. Mijn ouders die hier, nou ja, ik zou een roemvaartboot wat minder nostalgisch als deze. En dan naar de zeehoen, mijn toeristen. En ja, ik ging altijd mee. We gingen gewoon naar skiën en naar skielgen. Dus ik weet eigenlijk net beter. En de veerboot kwam krijg wel en dan begint het wat meer te deinen. En ik hoorde altijd maar 2 seconden die mijn heid in de stuurhut te wezen en dan voelde ik iets sliep. Oh, ja, zo ja, heerlijk. Deining, ja. Dus ik dacht krijgt, maar wekker bleven. Nee, dat gebeurt wel, ja. Dus dat gevoel van dat deinen, dat weer heerlijk. Even denken van vroeger. Alles. De geur, ja, het wetter, het kabbeljen, het is... Oors als op oren plakken. De kist op oren plakken op het wetter. Het wetter loopt altijd, hè? West ik best. Maar dit gebied is mijn thuis. Dat verhoort het net. Dat kreeg er net uit en dat hoedt er natuurlijk ook net uit. Maar die ouders die je vanuit het eiland in zijn roemvaartboot. Ja.
En daar ben je eigenlijk op opgegroeid, hè? Ja, dus wie we in een prut onderwijs. Ik heb in mijn leven honderdduizenden zeehonden zien. En ik daarvan, er was wel een moment, ik denk dat ik een hier als tien weer, dat ik zei, maak nou weer mij. En dat mijn mem toch van, als ik heb wel alleen nog thuis blijven, dus dan blijf ik thuis. Maar nou, had ik nou weer een zeehond zien, dan ben ik weer gewoon lieke wild als een toerist. En wat voel je ervan? He, tussen de toeristen, ben buitenlanders, meesten van buiten het eiland, die gaan dan mooi. Ja, we hier nooit een keer een vervangend skipper. En die verrekt het om met Duits te praten, want mijn heid vertelde dat dit een prut over het watergebied, wie echt wel educatie. Van nou, we zoeken mooie dingen, maar wie willen de meeste kennen wat mij aan ja. Over dit gebied. En mijn app en vloed, het is gewoon echt heel uniek. Maar die man die woont net in Duits en ik wie fietje of zo en ik hier mij, ik werk eigenlijk een soort op een boord. En hij zei, ja, Afke, ik verrek het, ik doe het niet. Nou ja, ik zei, dan maat ik maar. En ik ken natuurlijk al die heren die verhaal van mijn heid gewoon ik get. Welkom aan boord. En hij zei ook elke keer weer in de kombuis heeft mijn vrouw of mijn dochter kakelverse koffie gezet. Ik kon het opdreunen, dus ik kon het echt in Duits. Herzlich welkom, mijn dame noemt hen. Ze zit aan boord de zeehond, blablabla. Nou ja, dat. Als viertje hier vangen. Ja, prima. Ja. Ik reutelde de eiderenten. Want die grauwens in die wijpje. Ik ken het nog steeds. Machtig. Ja, heerlijk. Ja. Ja. En wielst Afke haar hielendal thuis viel op het waard, is het tijd om de angels binnen te helgen en te sjen aan wie biedt haar. Ik stel voor dat we beide hier binnen helgen. Nou, vertel maar. In de hoop dat het onder zit. Nou, het is eigenlijk niks meer als deze naar varen draaien. Oh ja. En als er dan heel hard begint te squatchen, dan hing het er wat om. Maar het kan ook wijzen, ja, apenhaar neem je, want dat eet in het feestje. Maar dat er wat plantenbrut onder zit, dan viel het gauw zo hier. Dus dat is bij mij het geval. Het is hier wel echt wildlife, hè? Visken, apenhaar. Ja, wat wil je nog meer? Waardpieken. Het is werkje. Het is werkje, dat visje. Hé! Hé, hey, als de mensen er gewoon. Ik haai je! Dit is mijn fiets. Mooi. Een badje. Oh, geweldig. Begin van de hek al hel je. Nee, doe gisteren van de hek al hel in. Het was de weg naar het Witte Horen. Ik. Nee. Ik maar even heel even. Even Godskap. Maar dit ken ik net verkeerd. Ik moet er komen. Donetsa! Nee, doe het. Ik dan niks. Beloof het me. Oh, godverdamme. Nee, oh. Ik wil het, ik wil het. Ik ben echt. Ik ben echt een mietje. Het is dan een prachtig visje. Ja, hij is wel mooi. Jezus. Hoppakee. Wat is er? Doet warm, broden weer. En het leven streef. Wie hel je de angels even zien om naar een tweede visstek op het water te varen? En Afke liet zien dat ze een vier skippers bij hen is. De skipper en het scootje weer. Lang lien of net, Afke? Dit is Evelien. Ja? Dit is wel Evelien, ja. Is het nog vertrouwd? Heel vertrouwd. Oké, gelukkig. Gelukkig. Mijn gerust had komen horen. Kijk, één keer heb ik als een lied van Koppendel vind, wat stroom ziet mijn heid beneden koffie te drinken. En toen Rob de viewtour op. Gaat het allemaal goed daar? Ik zei, ze roep eens op. Nou, ze doet best ontvaren. Ja, ik zei, ja, het is Afke. Ik ben even aan het varen. Oh nee, dan is het goed. Nou, clear. En we dozen op de weren als de zwanen. En we boaten bij de wind als weer van ons. En we maken elke keer weer nieuwe plannen. Op het water vielen wij vroeger al thuis. Skipper Afke brengt dus een nieuwe visgroen op de Waadzee. Een nieuwe stek, varsk aas en de lien ken weer uit. Ik doe best natuurlijk mij vooral het water best wel opgegroeid. Ja. Dat was heel bijzonder plak al net. Dit is echt het meest ultieme gebied wat er op een wrat is. Ik ben wel op een heel soort plakken west in de wrat. En dan zeiden ze op Hawaii, dat is de mooiste zonsondergang. En daar ben ik ook west. En ja, prima, zonsondergang die is altijd wel mooi. Maar hier is het allermooiste hier. En wist van het hoes, dan zeggen wie ze het rood Ruudkoes dan de zin ondergaan. En dat had was west dat ik zei, mijn heid zei, maar shit man. Ja kom, we gaan in de auto. En dan sprongen we in de auto en dan rieden we nog steeds. En dan rieden we naar het stroom en werden de zinnen dan helemaal ondergeerd. Nou, het is, er zit niks
ertussen. Hè? Geen bjemmen, geen hoezen. Dus hij zakt letterlijk in de zee. Dat is het mooiste plak. Mooiste plak. En dan ben je nu aan de wal. Hier horen wat eigenlijk. Ja. Mist het lim direct? Ja, nee, natuurlijk. Natuurlijk. Ik ben nu weer een paar maanden net op Ameland geweest. Viel als thuis kwam. Ja, en dan viel ik wel van, ik maak wel echt weer even waarom. Ja. Ja, heel bot. En dat is nou, wist, het klinkt ook altijd zo zijig als ze, ja, ik mis de zee. Ik mis de zee. Huch. Maar het is wel zo. En voordat we afscheid nemen van Ameland en het water, draaien we de lijnen nog één keer binnen. Ik ga erin hoor. Nee! Een heel lietje. Nee! Nou, dat komt er. Een lietje, hè? Nou ja, een visk is een visk, zei ze dan, maar... Een postzegeltje neem je voor dit. Zeg dan maar weer een vrouwenopmerking, meidje. Oh. Het is wel een scotje. Het is een scotje. Had ze maar net beginnen te flikkeren, want dan... Was ze me even goed beter horen dat er net begint te flapperen. Niks dwaan, hè, beloven. Dan doe niks. Just wel hoe volle stappen ik al eens zeg, hè? Dit is super. Nog één keer. Mooi, hè? Ja. Het is dan een prachtig mooi visje. Een prachtige dag, hè? Ja, een fantastische dag. Ik vond het echt heel leuk. Ik vond het visje echt heel leuk. Na je week in Biet, Charles Groenhuizen. Hier neem je mee naar Sint-Jouwen. Goeie!